Breda Nu. Je weet het meteen. 8 september 2016 is een dag die de geschiedenisboeken van Breda ingaat. Onder grote belangstelling werd deze dag het nieuwe Centraal Station feestelijk geopend door staatssecretaris Sharon Dijksma. Goed, de opening dus is geweest en het nieuwe station, het is van Breda en het is er voor ons. En jullie hebben het mee mogen maken, dat klopt, ja. Hè? Ja, dat klopt. Vanuit bouwmanagement ProRail ben ik hier 4,5 jaar betrokken bij dit project. En dan met name de spoorszaken, dat betreft de perrons en de transfer. Wat heeft u gedaan? Nou, ik heb de financiën een beetje in de lijn gehouden, zeg maar. Is het allemaal een beetje binnen de marge gebleven of zijn we toch uitgelopen? Oh, nee, het is redelijk gelukt allemaal. Ja, knap dan. We zijn er nog niet. Nee, nu begint het pas. Meestal komen het op het eind de verrassingjes. En u? Ik heb ook meegedaan aan de projectorganisatie, voornamelijk de objectdocumentatie en alle tekeningen van dit prachtige station. Hoe is het nu om het nu te zien, nu het echt af is? Ja, heel leuk, absoluut. Ja. Het is zeker omdat ik vanuit ProRail werk en vanuit de achterkant, is het schitterend om te zien wat uiteindelijk het eindresultaat is geworden. Trots ook? Ja, ik vind van wel. Als je hier aankomt lopen, dan denk je, joh, wat is dat voor een immens gebouw? Ja. Maar dan kijk je naar wat details en dan zie je toch elke keer weer iets anders. Een nieuwe gedachte ergens achter en het is zo doorzichtig overal. Waar bent u het meest trots op of wat is het meest bijzondere hiervan? Nou, met name de omvang. En dat we dit in die periode van 4,5 jaar gerealiseerd hebben zonder noemenswaardige incidenten. Het is juist ook van de binnenkant ontzettend modern en mooi strak ingericht, hè? Ja, misschien wel. Het oogt wel een beetje te luxe, misschien wel. Marmer lijkt het. Ik weet niet, is het echt marmer, die vloer? Het lijkt wel zo. Je zou het zeggen. Ik denk dat het een marmer look heeft. Het heeft een marmer look, daar houden we het op. Maar het is heel mooi. Ja, ik vind dank u wel voor al het werk. Absoluut, dank u wel. Meneer Erringa, proost. Want het is wel even een feestelijk moment. Zo is het. En jullie in Breda van harte gefeliciteerd en de verdere regio met zo'n mooi station. Ja. Als ProRail zijn we trots op alle stations die we bouwen, maar dit is wel een hele mooie in de rij. Het is een groot station in combinatie met parkeren, met andere openbaar vervoersvoorzieningen. En is op de groei gebouwd, dus er kunnen ook nog meer reizigers komen. En zoals de burgemeester al zei, met de ambitie om ook een internationaal station te worden. Dat is het allemaal. Er zitten kantoorpanden in, er wonen mensen ook? Zeker. En we hoorden vanochtend dat er zowaar al wiet werd geteeld. Hè. Dat is nou net niet de bedoeling van de panden hier. Ja, er is vanochtend nog een wietplantage opgerold. Nee, maar het is een multifunctioneel gebouw, zou je kunnen zeggen. En dat maakt dat het een aanwinst is voor het centrum van Breda. En ook iets waar je de komende eeuwen hartstikke trots op kunt zijn. Meneer Van Boksel, een Breda's glaasje, proost. Ja, proost. Ja, ik heb niks in mijn handen. Heeft u al geproost? Tuurlijk. Ja, wat vindt u ervan, van het nieuwe station uiteindelijk? Ja, Breda heeft er een paar al bij. Het is zo'n ontzettend mooi station, maar het is eigenlijk, het woord station doet eigenlijk geen recht aan wat het allemaal is. Het is een nieuwe verbinding tussen twee stadsdelen. Het is een winkelcentrum, het is een wooncomplex. En er stoppen toevallig ook nog treinen en je kan er ook nog je auto parkeren. Er is eigenlijk geen woord voor, of is het er wel? Het is een publieke ruimte waar alle inwoners van Breda enorm blij mee mogen zijn. En het is van binnen, hè, met name van binnen, vind ik persoonlijk iets unieks geworden, toch? Ja, maar goed, ik vind ook van buiten. Ja, ik vind alle kanten mooi, of het nou deze kant van de Willemstraat is of aan de andere kant. Ik vind het gewoon allemaal prachtig. En luxe ook, hè? Ja, nou ja, u heeft het voor. Kijk, Breda heeft het voordeel gehad dat dit hele plan bedacht is in een periode dat we ook nog geld hadden, dat de crisis er nog niet was. En ja, dat duurt dan altijd een aantal jaar voordat het klaar is. Nou, moeten we niet over zeuren. Hartstikke fijn. Ben er blij mee en ik hoop dat het zich mooi doorontwikkelt. Want het is gewoon, de omgeving is nog niet klaar. Er gaat nog veel meer gebeuren. En ja, weet je, je krijgt straks 16 keer per dag treinen ook naar Antwerpen, Brussel. Dus het wordt gewoon echt een knooppunt. Breda was vanwege het geld was er op tijd bij. Breda was op tijd en de treinen ook? De trein is altijd op tijd. Als je maar gelukkig reist, is de trein altijd op tijd.